het droomteam. En je ziet ook een feestje waard. Want we hebben het beste verkiezingsprogramma van Den Haag geschreven. Met mensen die hun voelspritten in de stad hebben. John van Zweden, voetbalicoon een beetje van Den Haag. Ja. Waarom Groep de Mos? Nou, ik ken Richard natuurlijk al een hele tijd. En ik vind Richard een verschrikkelijk goede politicus. Wat zijn nou de allerbelangrijkste punten uit dat verkiezingsprogramma van Groep de Mos? Nou, dat zijn heel simpel de ouderen. Straks 100.000 Hagenaars in 2020 zijn 65 plus. Dus een vergeten doelgroep, daar gaan we ons hard voor maken. John Medley, volkszanger. Ja. Groep de Mos, waarom? Ja, Groep de Mos, ja, hij staat voor Den Haag. Ik kom uit Den Haag. Dus alles wat beter kennen in Den Haag momenteel, vind ik goed. Dat is natuurlijk ondernemend Den Haag. Wij hebben op onze lijst veel ondernemers die getroffen worden door gemeentelijk falen. Eugène de Lacroix, eigenaar van de Uithof. Ja. Waarom de Mos? Ja, een goede partij die opkomt voor de ondernemers. Ja, maar we hebben hem omgekocht, hè? Ja, dat zeggen ze, maar wij zijn heel transparant. Ja, en wij willen ons hard maken voor alles wat Haags is. Bijvoorbeeld ook de pier van Scheveningen die we willen redden. Arina van der Zwan, u heeft al voor PPS in de gemeenteraad gezeten, maar nu bij Groep de Mos. Waarom? Ja, waarom? Omdat Groep de Mos de enige partij is met een apart programma voor Scheveningen. Nou is het met veel nieuwe partijen zo, die gaan met veel enthousiasme die gemeenteraad in. We zullen geen partijen noemen bij naam, maar die vallen daarna een tijdje uit elkaar. Interne haat, ruzie, strijd, mensen weg, afsplitsingen. Hoe gaat Groep de Mos voorkomen dat dat ook bij deze partij gaat gebeuren? Nou, Groep de Mos oudere partij gaat dat heel simpel voorkomen. Wij zijn een vriendenteam met 35 kanjers die allemaal elkaar door dik en dun steunen. Hij kan de Hagenees, hij kan goed praten met de Hagenees, dus ze bestaan hem, dat is het belangrijkste, bestaan. En dat vriendenteam gaat Den Haag gewoon voorover en dat vriendenteam zit al met de voelsprieten in de Haagse samenleving. In ieder stadsdeel zijn wij vertegenwoordigd, ja, en wij doen dingen zien, dingen controleren en dingen veranderen, dat is onze kracht. Stadsdichter Victor Meijer, u had ook een gedichtje of niet? Ja, tegen de gevestigde orde wil ik zeggen, als je nou weet hoe het moet, maar je doet het weer niet goed, geef dan je ego maar een zoen en laat het in godsnaam Groep de Mos doen.